dag allemaal. Goed dat u weer kijkt naar alweer het vijfde schaatsjournaal van Weerplaza. Het is koud geweest de afgelopen periode en ook de komende dagen is het nog koud. En dat betekent nog steeds op de meeste plaatsen ijs en ook een toenemende schaatskoorts. Sterker nog, op sommige plaatsen wordt zelfs al geschaatst. Afgelopen nacht was het koud. De minima van de afgelopen nacht ziet u op deze kaart. De laagste waarden in het uiterste noordwesten van het land en in het binnenland toch overal matige vorst. Met op de koudste plaatsen min 6, min 7 graden en op een enkele windluwe plek was het zelfs ietsjes kouder. Daarbij was het niet overal droog. Vannacht vielen er met name op de Waddeneilanden een aantal sneeuwbuien. Zoals hier op de Schellingen foto van Sietse Schouwstra. Daar toch een dun laagje sneeuw. En ook het zuiden van Limburg werd vanmorgen verrast door een sneeuwbui. Waardoor er zelfs in Heerle een sneeuwdek is ontstaan van enkele centimeters. En de hoogst doorgegeven waarde was lokaal zelfs 7 centimeter. Al met al dus flink wind is in ons land. En het blijft de komende dagen ook nog zo. Want als we naar de pluim gaan, links in beeld. Dan zien we dat de temperatuur de komende nachten elke keer nog ver onder het vriespunt duikt. Met, met aankomende nacht al een lage waarden van op veel plaatsen min 7, misschien min 8 graden. In de nacht naar woensdag en met name in de nacht naar donderdag kan het dus ook flink koud worden. De temperaturen overdag rond of veel al onder het vriespunt... Dinsdag kan de temperatuur op een enkele plek erboven komen... maar woensdag en donderdag dan blijven we er waarschijnlijk ruim onder. Ook vandaag in het binnenland zijn veel stapelwolken ontstaan. Lokaal valt ook een vlokje sneeuw. En onder die bewolking komt waarschijnlijk de temperatuur ook niet eens meer boven het vriespunt uit... Die bewolking dat is wel gunstig voor de ijsaangroei. Want overdag de, uh, zal de zon op veel plaatsen het ijs doen smelten. Maar door de bewolking haalt de zon niet overal het ijs. En betekent ook dat het de kwaliteit en, en de ijsaangroei ten goede komt. De ijsaangroei rechts te zien, dat gaat natuurlijk met een vrij hoog tempo. Het water is nog vrij koud van de vorige, vorige vorstperiode. En daar hebben we nu profijt van. De ijsdekte neemt daardoor snel toe. Maar let op, deze ijsdikte pluim geldt voor wateren van 1 meter diep die niet stromen. En het liefst ook nog een beetje op een windduwe plek liggen. Want de wind, dat is een probleem. Niet alleen een probleem voor de ijsaangroei, maar ook een probleem voor je gevoel voor de temperatuur buiten. Want buiten kan het toch flink koud aanvoelen. Zeker wanneer de wind flink doorstaat. Stel dat het morgenochtend uh, min 5 graden is en daarbij waait het dan vrij krachtig uit de oostelijke richting. Dan komt de gevoelstemperatuur al snel op min 13 of min 14 graden te liggen. Dat is voor het gevoel natuurlijk zeer koud. En met ongeveer een uur buiten en niet uh, al te veel bescherming tegen de kou, kan het zelfs al leiden tot onderkoelingsverschijnselen. Op de koudste plaatsen kun je dus voorstellen dat, waar het uh, min 8 of min 9 graden is bij een vrij krachtige wind, dat de gevoelstemperatuur al richting de min 20 graden aan het kruipen is. Nou, die wind is niet alleen, uh, niet alleen uh, vervelend voor je gevoel, maar ook voor de ijsaangroei. Hier zie je bij ons naast de weerkamer een, een mooi voorbeeld. Daar zie je dus dat de ijs aan de, luw, de luwe kant van het gebouw mooi is aangegroeid. Er is een, een ijsvloertje ontstaan, maar aan de weerskanten van het gebouw zie je dus gewoon windwakken. En dat is op veel plaatsen in het land zo. Op de luwe plaatsen, dus bijvoorbeeld de meertjes met daaromheen een rij bomen. Daar zal je zien dat er een mooie ijsvloer ligt en misschien van enkele centimeters dik. Maar op de grotere plassen en meren, waar de wind een vrij spel heeft gehad, is er geen ijs aangegroeid. Of is het ijs nog heel erg dun omdat het pas sinds een aantal nachten is bevroren? Dinsdag en woensdag zien we overdag temperaturen op veel plaatsen ruim onder het vriespunt. En natuurlijk ook in de nacht op veel plaatsen matige vorst. En lokaal, misschien zelfs boven een enkel sneeuwdekje, dus in, bijvoorbeeld in het zuiden van het land, kan het een stukje kouder worden. Lokaal zal op een windluwe plek de min 10 graden aangetikt worden. Maar op heel veel plaatsen op de open vlakte waar het flink door blijft waaien, daar wordt de min 10 graden net wel of net niet gehaald. Dat geldt eigenlijk ook voor later in de week. Ook de nacht naar donderdag kan een hele koude worden. In de nacht naar vrijdag dan komt de bewolking en de wat mildere lucht alweer over ons land te liggen. En wordt het iets minder koud. Overdag dan temperatuur alweer iets boven het vriespunt. En een toenemende kans op winterse neerslag vanuit het zuiden. Al met al gaat de ijs aangroeien op ondergelopen weilanden en de ondiepere slootjes toch voorspoedig. En op ondiepe weilanden kan er lokaal zelfs al geschaatst worden. Al is het nog niet op uitgebreide schaal. Uiteindelijk verwacht ik wel dat er het eind van de week op een enkele plas of een enkel klein meer geschaatst kan worden. Of zeker op plekken waar de wind dus geen vrij spel heeft gehad. Dus op de windluwe plekken, daar moet het waarschijnlijk nog net wel gaan lukken. Maar echt schaatsplezier op grote schaal? Nee, dat lijkt er toch niet in te zitten. Zeker niet op de grote plassen en meren. Dus op toertochten hoeven we in deze koude periode niet te rekenen. En daarbij blijf alsjeblieft bedacht op het feit dat het ijs dus overal zeer onbetrouwbaar is. Als je heel erg goede lokale kennis hebt van de omstandigheden, dan kan het het gokje natuurlijk waard zijn. Maar op andere plaatsen waar je niet bekend bent en waar, waar een heel lange windwakker gelegen hebben, daar is het natuurlijk zeer onbetrouwbaar. Dus ga vooral schaatsen op de daarvoor uh, aangewezen uh, schaatsbanen. De ijsverenigingen die doen natuurlijk ook heel erg hun best om een ijsvloer mooi voor elkaar te krijgen. En dat is altijd betrouwbaar. Dus op het moment dat de ijsverenigingen open gaan en de schaatsbanen uh, beschikbaar stellen om te gaan schaatsen, dan komt het natuurlijk allemaal goed. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl